chest. Dat is gratis. Wij zijn onderweg naar met Tesla. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Dat je krijgt een appje, hier staat, hier zit sleutelzoek op een parkeerplaatsje ergens. Ik heb geen idee. Ik weet niet eens hoe ik in dat ding moet rijden, weet ik veel. Abonneer op die grotere chest, ga voor gauw! Hey! Ik vind het wel echt een fysiek gebouw hoor jongens, kijk dan hè. Ik heb aandelen van Tesla, maar die gaan niet goed. Ik heb ook aandelen van Tesla. Nee, ik sta wel in de plus nog hoor. Welkom bij het hart van de elektrificatie van de automobielindustrie. Doe een auto ophalen. Ja, naam code. Te vragen. Ik moet alleen even je rijbewijs zien. Ik haat een conventionele brandstofmotor. Heb jij een volgeladen accu? Wees slim. Laat op tijd. Op zich vind ik het eigenlijk wel heel chill. Dan hoef ik nooit meer te tanken met zo'n ding. Nee, ja, met die auto niet, nee, maar ja. Oh! Ja, maar daar staan, dan kun je kijken. Wow. Heel mooi in het zwart ook. Ik vond het wel nice als we de binnenkant wat lichter hadden voor het filmen en zo. En anders blijven die scoops ook niet zichtbaar. Dan zijn die scoops niet zichtbaar. Goed zo, Lord. Hey. Hey. Ja. Nu zie je tenminste wel een scoop in die auto. Hey, maar kijk even, ik vind dat hij echt hele mooie lijnen heeft hoor. Hij is best wel mean. Zo! Kom een bioscoop heen. Echt top. Oh. Hier, hey, blikhouders. Maar kijk ook even dat stuur even. Ja. Wij geven graag een Tesla mee. Rijden naar de gym, dan ben je dit mee. Kom, we gaan even één keer weer. We gaan weer, jongens! Drekstip, ja. Dit is een ding, hé. Oh, ik word er misselijk van. Het is echt alsof je in een achtbaan zit, dat je, maar dan te lang, weet je wel. Ja, ze hebben wel lekker maar meteen de band, hoor. Hebben jullie ons gefilmd? Ja, bij de Tesla. Dat we daar wegreden? Ja. Ah! Hey. 3, 2, 1, Tesla! Hier, zeer hoog. Oké. Wat een topauto, die 6x6. Altijd bij je hebben. Hey, dit is niks voor off-road. We gaan nu die Tesla's even proberen op de autobaan met draggy erbij. Let's go. Duitsland. Ik voel me hier wel eigenlijk al veiliger in. Behalve dan dat ik geen keramisch remschijf heb. Je hebt gewoon niet door dat je 200 rijdt gewoon. Hier, hup, in de regen, bam. Wij hebben nu nog 35%. Hartstikke goed. Hoe werkt dat? Gaan we zo? Het is wel heel makkelijk. Kut, gezeik. Waarom gaat het er niet in? Welke moeten we pakken? Misschien die andere. Nou gaan we gas geven. Het duurt een half uur voordat hij volgens mij tot 90% vol zit. Maar dit is eigenlijk natuurlijk helemaal kut. Want je staat op zo'n grimmige plek. Er gebeuren allemaal grimmige dingen ook op die plekken. Want er is natuurlijk geen bemanning, dus er is geen overzicht. Wij zijn hier ook te zeiken en te doen. En Del die ging hem laatst opladen. Daar zag je ook allemaal rare figuren, weet je wel. Dus iemand zo'n hele dikke joint te roken. En daar tegenover zit dan een vrouw met een kind, weet je wel. Dat is het net niet, eerlijk gezegd. Hey, weet je wat we kunnen doen? Hier, kijk. Zie je? Deze moet opladen, hè?
Dit is helemaal stront gewoon. Ik ben niet zo'n guy die nu koffie gaat zitten drinken in een of ander kutteentje, weet je al. Denk er nou. Hoe ga je nu naar Gerlos dan in 6,5 uur? Lukt niet. Dit moet gewoon 5 minuten, pap, ding vol, wegwezen. Maar van die oplaadpunten bij de gym, dat is dan wel weer top, toch? In anderhalf uur tijd, je gaat even naar de gym toe, nee, dus... autootje vol. Exact. En je gaat weer weg. Kijk, en dat scheelt weer tijd dan. Kijk, best veel ruimte, oplaadkabels. We hebben hier genoeg ruimte, zie ik. Hup, kunnen helemaal plat alles meenemen, dus dat hebben ze wel heel goed geregeld, vind ik. Top, leuk. Op zich heeft de auto hele mooie lijnen. We komen hier bij de deur. Mooie handvatjes, leuk. Deurtje gaat wel een beetje plastic fantastic dicht. Deze gaat nu weer even terug. Dit zit zeg maar waar die haak in moet. Dat is dan weer net niet lekker afgewerkt, weet je wel. Dit is wel even hier. Nou, we snijden er iets in en dan kan hij weer terug. Oh, hey. Hey. Het is wel een perfecte auto voor blikken, kijk. Ik kan hier gewoon gaan zitten. Je zit vrij laag, dat is een kuipstoeltje. Hier, let op. Hoor. Ja, dat klinkt niet als de Impala in ieder geval. Nee, oké, het is wel beter dan een Impala. Dit kan gewoon lekker naar beneden. Hier kan je je phone chargen of niet? Ja, hier zo. Even kijken of het werkt. Ja, dan gaat hij gewoon opladen. Dan stop. Oh, die kan ook gewoon lekker hier tussen. Oh, dit is wel fijn. Goede blikhouders. Kunnen ook 500 ml in. Shakebeker kan erin. En wat je dus hier dan ook hebt, is het scherm. Je hebt hier je stoelverwarming. Hoppakee. We hebben theater, we kunnen YouTube. We kunnen gewoon ons hele eigen ding doen. En ook hebben we hier ons eigen sound system. Airflow, niet in je bek, wel in je bek. Wat ook een voordeel is, je hebt hier natuurlijk geen versnellingsbakken meer zitten. Je hoeft niet meer te janken als je in het midden zit, zeg maar. Je zit op zich prima in het midden. Behalve dan dat je hele rug naar de tyfus gaat, want dat ding zit helemaal niet lekker gewoon. Laten we ook even snel een Electrolyte scoop nemen. Voordat we die autobaan opgaan. Want dit is wel een Electrolyte auto. We begeven ons nu in de cockpit. Deze deur gaat best wel normaal dicht. Nou ja, we hebben ook volgens mij nep carbon. Het ziet er nep uit. Misschien is het echt, ik weet het niet. Het ziet er wel nice uit, dit zo. Ik vind hem lekker strak zo. Boom. Je zit ook lekker. De stoel zit echt fantastisch. Wat vinden we van het stuur? Ik vind het eigenlijk niet nodig. Het is wennen als je bijvoorbeeld uitstapt. Ik moet helemaal zo uitstappen. Er is nu niks waar ik me nu even op kan leunen. Voor de looks is het wel even, wow, het is een beetje stuur, weet je wel. Wat je wel hebt, is dus een heel mooi overzicht in je cockpit. Waar je alles kan aflezen, terwijl je ook aan het rijden bent. Je ziet dan de lane en noem maar op. En nu zie je dus dat we nog 5 minuten resterend hebben en dan hebben we 100% die batterij. Dit is mijn pluspunt van deze hele auto. Je blikhouders, maar je hebt ook nog geheime vakken. Wat zit erin dan? Want wat zit hier normaal bij een auto dan? Versnellingsrotzooi. Ja. Hebben we niet. Kijk. Hup, nou daar kunnen 2 mooie blikjes in. Hup, daar kan je nog wat meer kwijt. En nu komt het, jongens. Wat? Pompapparaat kan erin. Electrolytes kan erin. En nog een V2, hè? Dat vind ik gewoon de brandstoftank van die auto. En dan hebben we er nog één. Oh! De watermeloen. Hey, daar heb ik wel eigenlijk even zin in. Oh, verse. Kom maar door. Meen je niet. Zo, dat was een hardnekkige. Mijn vingers die zitten er nog in. Ja. Hé hey, jongen, laten we dat even gewoon met de gouden scoop doen in de Tesla. Laten we ook even de bekleding even netjes houden nog. Dus we doen heel even zo. In deze auto, er staat 400 kilometer op. Ik heb nog nooit een nieuwe auto gekocht, zeg maar. Ik heb altijd een klein kopje eraf. Die Urus had ik gekocht op 500 kilometer. De Ferrari had ik gekocht op 1000 kilometer. En deze heb ik op 0 kilometer gekocht gewoon. Rechtstreeks, bam, uit de fabriek. Dus deze is echt fabrieksnieuw, ja. Laten we het even zo houden. Salut, groeiwater. Oh, mijn woekel, hè? Ik heb nog nooit een scoop genomen in een Tesla. Dat is wel anders. Het is een stuk stiller. Ho ho, geluidsinstallatie. Oh, zo hard hè. Hoor ik mee te halen? Hoor ik mee te halen? We roken! We gaan even lekker beginnen. Laadpoort ontgrendelen. Als je 's ochtends wakker wordt en het vriest, kun je hem laten ontdooien. En echt gewoon goed laten ontdooien. Je kan het gewoon 40 graden in die auto maken. Had ik laatst gedaan. Het is echt 40 graden gewoon. Dus dat zijn echt wel de pluspunten. Ik zou zeggen, wens ons good luck ofzo. Heb je die scoop? Ik zie, ja, ik denk dat het hier. Hé? Hey, wacht even, hij gaat erin! Oh, oh.
aan moet doen. Wat is dit nou? Dit is mijn nieuwe auto. Wat een fuck, Motro. Motro die heeft een pot V2 net opengetrokken met 200 per uur. De bal, hè? Hij zit wel echt helemaal om, want het scherm werkt ook niet meer goed. Het is een officiële scoopmobiel, ja. Arthur in de bus. Beter een scoop in de auto dan een scoop op de grond. We hebben 2 minuten en dan pas kan hij die piekprestaties doen. Hij is sowieso begrensd op 2,85. Ja, misschien kunnen de Tesla-kenners onder de comments reageren of hij nou wel tot 3,22 kan of niet. Want ik vind het een beetje teleurstellend eigenlijk. Nu is het al tijd voor de electrolyte, jongens, want die auto die heeft het hoog nodig. We hebben nu track mode, hebben we nu helemaal opgeladen. De 0 naar 100 even goed kunnen doen in de regen. We hadden net al 3,67. Dat vind ik wel echt snel, hoor. Van 100 kilometer naar 200 kilometer, 4,5 seconden. Dat is snel. Dat had die R8 niet eens. Hadden we 4,7. Dat is echt snel. Nou, Lloyd, jij mag even met die hoeken wijzen, Spanje. Kom maar hier met die electrolyte scoops. Kom hier met die electrolyte scoops. Kom hier met die electrolyte scoops. Nog één keer goed. Kom hier met die electrolyte scoops. Ja, nog één keer. Kom hier met die electrolyte scoops. Ik wil gewoon die electrolyte scoops. 3,3 in de regen. Dit is wel snel, hoor, in de regen. Net alsof je op de kermis bent bij de botsauto's. Alleen maak je nu geen ruzie. Ah, scheetkussen. Nee. Ah, wat is dit nou? Je wilt toch nu je spiegel kunnen aanpassen hier zo? Ik ben helemaal tyfus klaar met dat ding. Waar de fuck zit de spiegel? Op je stuur. Bedankt, jongens. Ben je blij het wel? Nee. Een goede auto, hè? Top auto. Zie je, als je op de crossbaan wil, dan moet je die driftmodus aanzetten, verhogen. En dan ben je helemaal goed. Dan kom je wel weg in het zand. Hey, goed, lekker gaaf goud. Abonneer voor die grotere chest. Volgende week komt er echt een hele lijpe video online. Ja, die is gewoon lekker. Oh, de Gerlofs video. Goed, lekker, we gaan goud.